Paskort met Oma Sprak. Een programma waarin we het gaan hebben over lokaal en duurzaam eten. Vandaag onder andere met dit brood. Adnan, jij bent verantwoordelijk voor de maaltijd die voor ons staat. Ja. Kan je eerst vertellen wat je hebt gemaakt? Ik heb aardappelen, Roosevelt, een beetje stevige aardappel. Ik heb vis, forel, van de forellenkwekerij uit Emst. Die heb ik gefileerd. En wortels uit de omgeving en broccoli. Ja, die komt wel uit Italië, maar combi is goed. En ik heb een frisse salade met bietenbladeren. En dus een stuk brood ligt erbij van gebakken door Sarah met brandnetel. Je zei net al dat forel die komt hier lokaal uit de buurt. Ja. Hoe zit dat met de rest van de ingrediënten? De wortels, aardappelen ook. En het brood is gebakken door Sarah. Ja. Is dat nou, merk je daar nog een verschil tussen? Tussen producten die hier bij lokale duurzame bedrijven vandaan komen of gewoon van de markt? Absoluut. In dit geval de wortels en aardappels en zo zijn biologisch. En de broccoli ook trouwens. En daar proef je wel smaakverschil enig. Als biologisch is in ieder geval. Ja. Waar kunnen mensen, die kunnen het recept strakjes nalezen op de website. Ik ben heel benieuwd hoe de borden eruit gaan zien. Ten slotte heet dit programma Het Oma Sprak. We zijn heel benieuwd wat u ervan gaat vinden. Het ziet er in ieder geval goed uit. Mevrouw van Duren, ik stel voor dat u begint bij het proeven van de vis. Ja. Want die heb ik gisteren zelf gekocht bij de kweker in Emst. Laten we eens gaan kijken waar die forel vandaan komt. Jullie kwekerij is duurzaam. Hoe werkt dat? Nou, duurzaam forellenkweken houdt in dat je geen antibiotica gebruikt. Dat de vis voldoende ruimte heeft, voldoende leefruimte heeft. Dat de vis langzamer groeit dan heel veel andere forellen. Waardoor je meer structuur in de vis krijgt. En daar kom je weer op het verhaal dat het zo druk is hier. Omdat wij de lekkerste vis van Nederland hebben. Van Nederland. Is dan deze plek wel typisch voor forellenkweken? Of kan je overal in Nederland forellen kweken? Het kan wel op meerdere plekken. Maar dat zijn allemaal aquacultuursystemen. Wij zijn de enige cultuurhistorische forellenkwekerij in Nederland die nog in bedrijf is. En dat komt omdat hier op de Veluwe het water zo uit de grond borrelt. En dat water is dermate helder, met name in Vaas in het Kronenmeij. Dat kun je zo drinken. Hoeveel vis zit er in zo'n vijver? Hier zitten ongeveer tussen de 1000 en 1500 forellen in. En dat lijkt mij echt heel veel. Dat is heel weinig. Dat is een hele lichte bezetting. In de grote forel producerende landen als Italië, Frankrijk, Denemarken, dan zitten in zo'n vijvertje 15.000 tot 20.000 forellen. Dit proef je straks in de vis. Omdat deze vis ruimte gehad heeft om te zwemmen. En als een vis ruimte heeft, dan ontwikkelt hij spieren. En als een vis geen ruimte heeft, dan wordt hij veel vetter, ontwikkelt hij geen spieren en dan krijg je alleen maar slappe massa. Dus die spieren die zorgen voor de smaak? Die zorgen zeker voor de smaak. Als je die vis snel laat groeien, dat is de plofvis. Een plofkip, maar plofvis. Plofvis. Mevrouw van Duren, wat vond u van van de maaltijd? Het was heel smakelijk. Deed u aan vroeger denken of at u vroeger heel anders? We kookten vroeger wel iets anders. Zoals broccoli was er niet vroeger. En wat kookte u dan? Ja, spersiebonen en andijvie. En haalde u dat uit uw eigen tuin? Of? Een klein gedeelte, want we hadden wel een tuintje. De rest haalde ik in een groentehal. In een groentehal. En leverden daar dan lokale mensen uit de buurt? Of kwam het van heel ver? Nou, ik denk dat het wel uit de buurt kwam, maar zeker weten doe ik dat niet. Als u nou zegt, hè, het is Oma Sprak. Wat zouden we nou echt de volgende keer moeten maken als we willen koken en eten zoals oma vroeger? Ik zou het eigenlijk niet weten. Wat zet u het liefst op tafel? Wat ik het liefst op tafel heb? Nou, ik vind bijvoorbeeld stamppot rauwe raapstelen erg lekker. Stamppot rauwe raapstelen, heerlijk. Dat klinkt voor mij echt als abracadabra. De raapstelen ken ik wel, maar de stamppot daarvan maken? Ja.
En kunnen we die raapstelen, kunnen we die dan het hele jaar door krijgen? Heeft u enig idee? Nee, kun je niet het hele jaar. Het begint nu volgens mij een beetje te komen weer. Nou, ik ga het doorgeven aan Adnan. Stamp onze rauwe raapstelen volgende keer. Goed zo. Ben ik ondertussen heel benieuwd aan de andere kant van de tafel. Henk en Gelisa, wat vonden jullie van het eten? Het eten was prima, ja. Hebben jullie geproefd dat het duurzaam was, dat het lokaal was? Biologisch, dat proef je, denk ik, op een manier dat je van, nou, daar moet ik even aan wennen. Gelisa, koken jullie thuis ook vaak van lokaal of duurzaam? Of? Verschillend. Het ligt eraan. Kijk, soms als je ergens langskomt en er zijn lokale producten, neem ik dat wel eens mee. Maar ik ben verder een vrij druk bezet iemand, dus ik ga vaak ook gewoon naar een supermarkt en neem in één keer gewoon alle boodschappen mee. Er zat vandaag vis in de maaltijd. Ik begreep dat Henk is al geen viseter. Eet u dan dagelijks vlees? Of? Ik eet voor mezelf gewoon regelmatig, neem ik al vis. En dan krijgt Henk gewoon een stukje vlees. En soms hebben we ook wel eens een keer een maaltijd zonder vlees. Slaan we ook wel eens over. Ik neem zelf ook wel eens iets van peulvruchten. Daar houdt Henk wat minder van, maar dan neemt hij een beetje mee. Dus ja, we proberen wel een beetje te variëren. Jullie hadden het net al over een brandnetelbrood. Het staat hier voor ons op tafel. Sarah, jij hebt het gemaakt. Ja, dat klopt. Vertel, brandnetelbrood. Ja, het is heel interessant. En voor mij ook een nieuw soort broodje wat ik heb uitgevonden de afgelopen week. Vanmorgen heb ik verse brandnetels geplukt. Wacht even, ja. Brandnetels plukken. Ja. Dat moet heel erg pijn doen. Handschoenen. Dat is de truc? Ja, heel simpel. En hoe pluk je ze dan? De hele brandnetel? Of? Nee, ik neem de bovenste blaadjes, de meest verse. Ja, daar zitten de meeste vitamine in. En hoe belanden die uiteindelijk in het brood? Ik was ze tot twee keer toe met gewoon heet water. En dan maak ik kleine reepjes. En dan was ik ze weer en dan verwerk ik ze door het deeg. Ja. En kan je nog even vertellen wat er precies in dit deeg zit? Want ik neem aan dat je geen wit tarwebloem hebt gebruikt. Nee, ik heb geen wit tarwebloem. Geen witte bloem gebruikt. Wel tarwemeel, biologisch. Speldbloem en honing, zout, zeezout en gist. En er zit er dus helemaal geen boter of olie in? Nee, ik heb geen. Is dat geen niet boter nodig? Het kan, maar nee, heb ik niet gedaan. Kan iedereen dit? Want volgens mij heb jij een achtergrond met bakken, of ja, niet? Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Ik heb het natuurlijk thuis gedaan in een hete luchtoven. Dus het is niet een speciale steenoven. Het is niet zoals bij de bakker in de bakkerij. Dus het is gewoon gemaakt in een hele normale keuken. Ja. Want jij bent pakketbakker, dat je dat zo... Ja, beide. Ja. Ik ben daar nu mee bezig de afgelopen 5 jaar. In verschillende bakkerijen. En ik was chefbakker op een schip. Dus daar heb ik veel meer geleerd over broodbakken. En ook over broodbakken zonder de ingrediënten die we hier in Nederland gebruiken in de bakkerijen. Dus gewoon puur van bloem, water, zout, gist en suiker of honing. Want dat is eigenlijk de basis van ieder brood. Ja, daar kun je alle kanten mee uit. Daar kun je ook van alles doorheen gooien, zoals brandnetel. Jullie hebben net gehoord dat er inderdaad dus alleen maar water en meel in zit. Hebben jullie de suikers gemist? In dit brood niet. Daar zat ook honing bij, dus dat heeft misschien een beetje gecompenseerd. En in de rest van de maaltijd? Want ook daar zaten geen slechte killers in als suikers en dergelijke. Ja, de suikers die... Iets meer zout misschien. Ja. Iets meer zout misschien. Iets meer zout. Ja. Dat mis je dan toch? Ja, op omdat... kruiden. Ik gebruik zelf wat meer kruiden erop. Kijk, en het brood is natuurlijk... als je nu eet, dan is het lekker. Maar morgen, dan is het droog. Nadeel, hè, van die brood een beetje. Is dat zo? Het wordt zeker een beetje... harder of droger dan je een brood koopt bij de bakker. Maar dat komt omdat de bakker natuurlijk houdbaarheidsmiddeltjes in stopt. Wat wij er thuis niet in stoppen. Dus lekker vers bakken. Maar ik kan me niet voorstellen dat vroeger brood per dag gebakken werd. Of deed u dat wel? Nee, maar toen was je met meer. Dan was je met een man en 3 kinderen. En met z'n 5 gaat het brood wel hard. Ja. Wilt u thuis nou ook zelf dit brood gaan bakken en kijken hoe lang het houdbaar blijft? Of... de kans is groot dat u het meteen opeet omdat het zo lekker is. Ga dan naar onze website www.vastkort.nl. Daar vindt u het recept. En als u toch op onze website bent, laat ons dan uw suggesties weten. En dan zien we u heel graag bij een volgende uitzending van Oma Sprak. Dank voor het kijken.
Apeldoorn staat hier voor u. We gaan een aantal hele leuke liedjes zingen in het Veluws dialect. Keels, eraan hè? Ja, oké. Oh.